Landstede Basketbal heeft woensdag in de halve finale om de beker met moeite weten te winnen van forward Lies Rotterdam. Het moest van ver komen, maar uiteindelijk zetten de Zwollenaren de eerste ontmoeting in de strijd om een plek in de finale toch op hun naam. Zwolle komt voortvarend uit de startblokken. JT Joho is op dreef en schiet een driepunten raak. Het is dan 7-2. Rotterdam laat dat niet op zich zitten. Jermaine Marshall schiet 2 driepunters binnen. Door scores van JT Joho en met Freek Vos die verdedigend alle gaten dichtloopt en afstopt, winnen de Hammers het eerste kwart met 18-16. Voor de Zwollenaren is het tweede kwart een drama. Marshall schiet maar liefst 5 driepunters binnen. De eerste schiet hij met een hand voor zijn ogen van afstand raak. En Marshall scoort nog 3 keer, onbedreigd. Halverwege staat Marshall op 23, Rotterdam op 45 en Landstede slechts op 33 punten. Na de pauze staat er zelfs even 33-47 op het scorebord. Maar dan vinden de Zwollenaren hun verdedigende intensiteit terug en de scores komen. Er volgt een 11-0 run met scores van Joho. Op de break scoort Freek Vos na een steal en assist van JT Tille. Waarna Olaf Schaftenaar met zijn haarzuivere schoten Landstede Basketbal tot op 1 punt achterstand brengt. Marshall is inmiddels drooggevallen, want hij voegt in de tweede helft slechts 6 punten toe aan zijn imposante totaal. Als Freek Vos een tip in heeft, staan de Zwollenaren sinds lange tijd weer op voorsprong, 61-60. Met 3 punters van Tiller en Schaftenaar, gevolgd door een wonderschone assist van Tiller op Vetti, staat het zelfs 69-62. De Rotterdammers knokken zich via een 3-punter van Michael Kok en 2 scores van Lucas Stijn toch weer naast de Zwollenaren. Het is dan 69-69. Tiller en Schaftenaar maken uiteindelijk het verschil. Tiller bezorgt Lashard Anderson zijn 5e fout. En Schaftenaar blijft onverstoord raakschieten. Het verschil zit hem uiteindelijk in 2 schoten. Jermaine Marshall mist zijn 3 punten en Olaf Schaftenaar de zijne niet. Bij 83-79 gaat de buzzer, maar beslist is het absoluut niet. De volgende beslissende wedstrijd voor een plaats in de bekerfinale is op woensdag 8 maart.